Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben net wakker. Kun je het wel zien? Ik heb nog niks gedaan. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick. En het is vandaag dinsdag 7 september 2021. En het is nu net 4 over 11. Dus ja. Dus even kijken of vooral weer vrij is. En voor de rest wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze vlog. Zo, ik ga de dames even lekker op balkon knallen. En ze gaan hier zo meteen bezig met kabels. Doe maar, alle drie. Zo, lekker tegenlicht. Ja, toe, go. Toe, lopen. Go, ga lopen. Ja. Ze zijn hier lekker bezig. Kijk. Ik zie echt helemaal niks hier, is echt. Dus ja, ze zijn lekker bezig. Ja, ik zag niks omdat mijn scherm nog niet helemaal goed scherp gesteld was. Nee. Dan gaan ze dat dus hier straks ook doen. Dus ja, ze zijn echt overal en nergens bezig. Ik kijk, vliegtuig, ja. Kijk, die hele lijst, deze, aan de zijkant van het raam, deze. En die loopt dus helemaal langs de ramen. Bij mij dus ook. Kijk, je ziet hem hier nu weer heel duidelijk. Deze. Die loopt dus helemaal naar beneden. En daar zie je dus oranje kabels. Dat is dus glasvezel. Dus ja, en daar zijn ze dus ook bezig. Daar. Maar ja. En ze moeten dus ook binnen wezen. Dus ik heb zometeen zoiets van als ze zometeen daar klaar zijn. Doe dan zondag eerst maar bij mij en dan ga dan weer lekker verder of zo als het kan. Dus ja. Hé? Ja, hè? Ja. Ja, dat is de baas, ja. Ja, dat is de baas, ja. Dat is de baas, ja. En toen. Nee, die ligt lekker in de schaduw, helemaal goed. Wat is er allemaal, Spido? Mauw! Ga je het ook vertellen eens een keer in de vlog? Mauw! Mauw! Hoi! Ja! Ga je het ook eens een keertje vertellen in de vlog dan? Meneer Stokstaartje? Meneer Stokstaartje. Nee, en als ik bang ben en dat ze er van het balkon af springen, nee. In het begin dat ik hier woonde was ik daar wel bang voor, maar gewoon heel rustig aan oppakken en gewoon meegaan op het balkon en laat ze maar gewoon een beetje het verkennen. Maar nu? Nee, ik ben er totaal niet bang voor. Echt niet. Ze blijven lekker op balkon en ze komen toch eigenlijk een soort van lekker buiten. Krijgen ze toch een frisse lucht. En zoals jullie weten, ik heb hier niks. Helemaal niks. Dus helemaal geen rastering of wat dan ook. Nee, hè. Helemaal geen rastering, hè. Zo. Koekoek. Dat was je nagel, schat. Nee, het lief. Die leuke blauwe wagen, die moest even namelijk tanken. Ja, tanken. En dan beginnen ze zo meteen bij mij. Hier is leuk. Ja, kijk. Kijk. Gaat hier zo meteen waarschijnlijk draaien. En dan gaan ze hier dus zo meteen beginnen. Ja. Hoop ik dat ze rond 1 uur wel weer klaar zijn, zo meteen bij mij. Kijk, dat zeg ik. Dan gaat hij ergens zo meteen draaien of hij gaat al andersom rijden. En wie hebben we hier weer? Mijn kleine vriendje. Ja, Mau. Hi. Zit je lekker? Ja, ik zie zo wat niet. En door die zon. Ja.
Hi. Yo, wat zijn we lekker aan het spinnen. Ja, kerel. Je bent lief, schatje. Ja. We zien hier allemaal kabels nu liggen, hier. Dan staat dat ding daar. Kijk, dat gaat ook heel mooi, geleidelijk. Moet je opletten hoe mooi dit gaat. Ja, kijk. Gaat hij al naar beneden? Nee, nog niet. Hij blijft even zo. Nee, hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Als jij niet op beeld wil, en dan hoeft dat ook niet hoor. Dan hou ik daar gewoon rekening mee. En anders doe ik een heel mooi poppetje erop hoor. Dat ben ik heel makkelijk in. Nou, ik krijg nou net een berichtje van Debbie dat ze wat later komt, want alles staat muur vast. Dus die komt wel wat later en als ze weg is, dan moet ik de werklui van hier weer een bericht sturen. Want dan gaan ze verder met de kabel, gaat helemaal prima aan mijn best. Dus ja, en Rodi komt ook weer zo meteen deze kant op. Autootje staat hier, ja, kijk. Dus ja. Dus, maar dat komt wel goed, hoop ik, denk ik toch. Wat ik net al zei, die komt zand aan deze kant op. Dus ik vind het helemaal prima, eigenlijk zo. Zo. Lekker in het tototje, zoals Houdert zou gaan zeggen. Leuk. En we hebben eventjes een bouwennepje gedaan. Is wel lekker. Een bouwennepje. Ja, nu gaan we eventjes weer even in de bak kijken. Ja, in de bak. Dat is leuk. In de bak. Dus ja. Eens even kijken wat ze in de bak hebben te beleven. En ik heb twee afspraken staan. Even voor het ziekenhuis. Maar dat horen jullie zo meteen wel. Al zou je lekker thuis zijn. Ja. En ik merk wel dat de huishouding zelf, dat hoef ik echt niet te gaan doen. Dan ben ik gewoon, dan lig ik op een apengapen, zeg maar. Ja, en dat is nog zeg zachtjes uitgedrukt. Ja. Kijk dit dan. Kikken. Dit is zo gaaf. Zo, ik strompel een beetje erbij. Ik heb normale kleding aan, maar het is gewoon, wat ik, dat zei ik ook al tegen Rook, het is gewoon een soort van mindfuck van je eigen lichaam. Het zit eigenlijk niet strak, maar ik heb het gevoel dat het strak zit. Maar dat is gewoon een mindfuck van je eigen lichaam, omdat het gewoon niet zit. Omdat ik dus die beknelling heb in mijn zenuw. Dus ja, dat zeg ik. Het is gewoon een fucking mindfuck van je eigen lichaam. Dat is zo raar. Maar ja, maakt niet uit. We zijn zo weer thuis en dan ga ik zo meteen lekker omkleden.
Ja. Draakje hebben we hier, Lady hebben we daar. En weer wat daar. Het is een beetje donker. Dit is Goldie. En dit is Charlie. Ik zal zo eventjes met flits. Kijk, zo pats. Dat is handig. Ja. Zo. Wat ben je aan het doen? Kijk dan, hier. Ja. Wat? Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!